Als trouwe luisteraar weet u uiteraard dat het programma altijd boordevol informatie zit. En vandaag hebben we toch wel een bijzonder gast. Niemand minder dan Inge Pauwels. Goedemorgen, Inge. Goedemorgen. Ja, en je komt van vlakbij, hè? Ja, van vlakbij. De zaak is in Boyschot, maar ik ben zelf van Hilsend City. Van Hilsend? Ja. Ja. Zoals ik al zei, 3 frieten, 2 kerwesten, 4 buletten. Inderdaad. Ja, dan moeten we lang op oefenen. Inge Pauwels, even introduceren. Jij hebt een boek geschreven, maar je bent eigenlijk in jouw dagelijkse leven... Ben je een trainer, klopt dat? Ja, ik ben eigenlijk diergedragstherapeut. Wow. Dat is een hele mond vol. Ja. Dus ik werk met zowel inderdaad trainen van dieren als met het oplossen van problemen bij dieren. Oeps. Ja, inderdaad. En doe je dat van 's morgens tot 's avonds, van 9 to 5? Dat is mijn fulltime job. Ja. Hoe kom je daarbij? Passie. Is waar? Kwam je bij radio maken? Ook passie. Voilà, passie. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben opgegroeid op de boerderij bij mijn ouders. Altijd tussen de diertjes gezeten. Ik ben een beetje hooggevoelig, zeggen ze dat dan. Dus mensen liggen mij soms iets moeilijker. Maar dierenwereld is gewoon zo verschrikkelijk boeiend en zo eerlijk. En ja, voilà. Ja, is het een voordeel als je hooggevoelig bent om met dieren te kunnen werken? Ik denk dat dat wel een streepje voor heeft, ja. Omdat je je beter kan inleven in nog de basic dingen. Want wij met onze technologieën en ons vooruitgang, wat trouwens niet slecht is, maar in ieder geval, we krijgen heel veel prikkels binnen en dan is het wel leuk om terug naar de natuur te kunnen gaan. Kom je dan in de buurt van een hondenfluisteraar? Ja, dat vind ik zo'n heel boeiend woord. Vies, paardenfluisteraar, babyfluister, hondenfluisteraar, het is zo'n modegril. Ja. Het is niet zo dat we gaan fluisteren dat alle problemen opgelost zijn. Die telefoon heb ik eens gekregen, gelacht daarmee. Ja. Er is een programma op televisie nu, een hondenfluisteraar. Ik denk dat het op Vitaya was van iemand die... of de BBC was het. Op BBC is er zo'n programma. Victoria. Victoria is al jaren op tv trouwens. Maar, dus toen ik in 2003 begon, dus 10 jaar ondertussen geleden, dus we vieren dit jaar 10 jaar. Jippie, dank je. Toen was dat pionierswerk. Hè? En nu ken je Caesar Millen, je kent Victoria Beckham. Haar achternaam vermis ik eventjes. Maar je hebt heel veel mensen tegenwoordig die daar aandacht aan krijgen. En dat is op zich wel goed, want nu wordt het beroep een stukje gewaardeerd. Mm-hmm. Wat jij doet, bedoel je? Ja. Het boek heet 13 reflecties over dieren en de geheimen van een gedragstherapeute onthult. Vertel mij, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Want ik had jou aan de telefoon al verteld, ik weet van dieren echt niks. Nee. Kijk, het gaat eigenlijk over een betere band of een betere connectie tussen jou en je gedomesticeerd dier, dus een huisdier. Mm-hmm. Het gaat niet over wildlife, want daar werk ik ook mee. Maar het gaat eigenlijk over huisdieren en hoe je huisdieren beter kan begrijpen en bijgevolg dus beter met elkaar overweg kan. Mm-hmm. Hoor ik jou ook vertellen dat wanneer je een huisdier uit de natuur weghaalt en een beetje vastzet in huis, dat hij zich dan anders gaat gedragen? Ja, klopt. Domesticeerde dieren zijn helemaal anders qua gedrag dan wildlife dieren. Mm-hmm. En ook wildlife is leuk om te bestuderen op afstand, maar... Het kan best gevaarlijk zijn, want de cover van het boek trouwens, dat is die wolf met zijn grote doordringende ogen daar. Beste angstaanjagend, ja. Ja, wel, ik heb daartussen gezeten tussen zo'n roedel wolven. En ik ben daar ook door gebeten, is een groot woord, eigenlijk gepitst. Om te kijken hoe stabiel ik was in die roedel, of ik een gevaar zou betekenen of niet. Ja. Ik heb dat goed doorstaan met heel veel pijn en heel blauwe pijn. Plek eigenlijk tot gevolg. Maar dat was tegelijkertijd spannend en tegelijkertijd zen. Ja. Maar dat bedoel, wildlife is op een afstandje leuk om te bestuderen en uit te leren. Maar met ons huisdieren moeten we natuurlijk samenleven. Hè? En daar gaat het over. Testen die ons ook? Die testen ons constant. Denk maar eens aan uw hele lieve nieuwe puppy die in huis komt en die gewoon alles mag. Tot een bepaalde leeftijd of grootte. Want dat heeft dikwijls meer met de grootte te maken dan met de leeftijd. En dan mag die ineens van de ene seconde op de andere dat niet meer. En daar ontstaan al heel veel problemen en heel veel miscommunicaties. Dus persoonlijk zeg ik van kijk naar je puppy als je die net in huis hebt. En kijk, want die gaat bijvoorbeeld in die zetel kruipen en tegelijkertijd naar jou kijken van zie je mij dit doen en wat ga je hier nu op zeggen? En als je dan zegt van het is maar een puppy, dan ben je verloren. Ai. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar al die geheimen, maar zullen we het daar zelfs over hebben? Perfect. Oké, fantastisch. Tweede.
In Ramsen heb je reuze keuze bij Meubelen Salas. Meubelen vind je overal, maar de mooiste meubelen en salons staan bij Meubelen Salaats in Ramsel. Al een halve eeuw uw beste keuze voor salons, slaap- en eetkamers. Breng een bezoek en overtuig uzelf. Meubelen Salaats, Houtvennesteenweg 20 in Ramsel. Dat is in de driehoek Heist, Westerlo, Aarschot. Is je grootste profijt als je voor meubelen naar Ramsel rijdt. Meubelen Salaats. Voor de mooiste meubelen en salons. Meubelen Salaats. Ook in het weekend open. Frietboerken uit Wiekenvorst. Dat zijn niet alleen de allerlekkerste frietjes, maar Frietboerken is ook voor ieder evenement de juiste oplossing. Op babyborrels, trouw- en verjaardagsfeesten, barbecuefeesten enzovoort. De friet- en hamburgerwagens van Frietboerken komen ter plaatse en maken er een onvergetelijke gebeurtenis van. Wij zorgen ook voor pannenkoeken, wafels en nog zoveel meer. Kijk op onze website www.frietboerken.be of bel 0494 39 72 14. Frietboerken, Ietigemseweg 86A in Wiekenvorst. Het is pas feest als Frietboerken is geweest. Ben jij het ook beu om foute cadeaus te geven? Of erger nog, te krijgen? Dan is er nu de Lucky Box. De cadeaubox die anders is. Anders omdat je als koper niet moet beslissen wat iemand anders graag moet doen. Anders omdat je met de Lucky Box veel meer geeft dan je betaalt. En anders omdat de ontvanger altijd gelukkig is met een Lucky Box. Surf naar www.luckybox.be om alle voordelen te ontdekken. De Lucky Box. De cadeaubox die anders is. www.luckybox.be. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Come from Cotton Eye Joe.
Bij ons in de studio zit nog steeds Inge Pauwels en zij is de auteur van het boek 13 reflecties over dieren. En Inge, als ik het goed begrijp, is het boek vooral bedoeld voor mensen die hun dier beter willen begrijpen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Begrip met je huisdier is een van de hoofdredenen waardoor je geen gedragsproblemen krijgt en waardoor de training met je dier gewoon beter verloopt. Mm-hmm. Wanneer een dier een beetje ontspoord is, zijn daar verschillende gradaties in dat je het nog rechtgetrokken krijgt, om het zo te zeggen? Ja, ik vind dat mensen er heel snel van uitgaan dat er niets meer aan te doen is. Dieren belanden veel te snel in het asiel of krijgen veel te snel een spuitje. Terwijl het dikwijls gaat om het niet begrijpen van het dier. Ik zeg altijd, probeer je... Allee, wij zijn zogezegd het eindpunt van de beschaving. Dus wij kunnen wel hond of kat of paard leren. Hè. Het is heel moeilijk voor hun om mensentaal te leren. Maar wij kunnen het wel. Dus pas je een beetje aan en je gaat resultaat krijgen. Ik ben ooit verloofd geweest in Italië en ik kon absoluut geen Italiaans. En ik zat daar in dat gezin met die gewoontes en die taal. En ik kan u verzekeren, toen voelde ik mij net als een kleine puppy, waar dat de persoon tegen zegt, mijn lieve kleine schat, wil je alstublieft voor mama met je poep uit de zetel gaan? En het hondje verstaat gewoon zetel. En denkt glunderend van, jij, ik doe het goed. Ja. Maar dat is natuurlijk niet wat wij bedoelen. Dus het is gewoon heel anders van taal en gewoonte. Uh-huh. Begrijp ik het goed dat jouw gevoel een belangrijke rol speelt hierin? Ja, absoluut. Als je je een stukje één kan voelen of out of the box kan denken ofzovoort, dan ja, daar komt een stukje gevoel of intuïtie bij kijken, uiteraard. Ja. Ja. En mag ik in mensentaal vertalen dat out of the box denken, dat dingen doen is die je eigenlijk niet gewend bent om te doen? Ja, heel. Gewoon, iedereen loopt volgens een bepaald stramientje, volgens bepaalde regeltjes en op zich is daar niks mis mee. Structuur en houvast zijn belangrijke dingen. Maar daarlangs is er nog zoveel meer in de wereld. En wij proberen ook, als mensen met een probleem komen of met een trainingsvraag komen, proberen we ook het geheel open te trekken. Wij gaan dan kijken van, holistisch kijken noemen we dat dan. Wij gaan dan het geheel bekijken. Wij gaan zeggen van, kijk, hoe is uw relatie met dat dier? Hoe is uw karakter? Hoe is het karakter van het dier? Dus dat is dierenspiegel, dus de reflectie op elkaar. Mm-hmm. We gaan kijken hoe bijvoorbeeld het met uw partner is. Mm-hmm. Want door ruzie thuis kan een dier helemaal overhoop gaan liggen. Ja. Om een idee te geven. Ja, in elkaar krimpen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, of gewoon overprikkeld zijn. En een overprikkelde hond gaat heel... heeft letterlijk een kort lontje en gaat heel snel agressie of stress tentoonspreiden. Mm-hmm. Ja. De vraag die al minutenlang op mijn lippen brandt, Inge. Oei, oei. Hoe kan ik in godsnaam een dier begrijpen? Wat moet ik daarvoor kunnen dan alleen maar voelen? Want het is zo gemakkelijk gezegd, hè? Ja. Dus, zoals ik al zei, van leer de taal van het dier. Dus heel sec, leer lichaamstaal, leer het dier beter kunnen lezen. En wees gewoon ook... Zie het dier als een buitenlander. Een van mijn hoofdstukken schrijf ik van... Dat is een mooie. Een dier is als een buitenlander. Dat is een mooie, ja. Wees een goede tolk voor hem of haar. Ja. En dat is een van de kernzaken, denk ik. Je mag dus geen racist zijn, hè? Nee, maar dat zijn we niet, hè? Nee, alle gekheid op een stokje. Ik hoorde onlangs iemand vertellen dat de honden en de katten eigenlijk op aarde aanwezig zijn om de mensen iets te leren. Klopt dat? Ik ben ervan overtuigd dat dieren in het algemeen, je noemt honden en katten, omdat die staan natuurlijk het kortste bij ons vaak. Mm-hmm. Dus hoeveel te korter, hoeveel te meer ze ons kunnen leren. Maar ik ben er inderdaad ook van overtuigd dat dieren hier zijn om dingen te leren. Mm-hmm. En dat beschrijf ik ook heel erg in Dierenspiegel. Ik heb zelf natuurlijk ook dieren, maar één zielsverwant. En ik kan u verzekeren, als het een man zou geweest zijn, en dan zou ik er al lang 10.000 keer mee getrouwd zijn. Fantastisch. Dat is zeer boeiend. En hij leert me elke dag opnieuw mezelf tegenkomen. En dat is een uitdaging en tegelijk ook een confrontatie. Ja, ja. Kan je het geheim verklappen wat precies die ons komen leren? Ze leren ons van alles. Ze leren ons beter omgaan met emoties. Ze leren ons beter omgaan met voeding. Ze leren ons gewoon in het algemeen veel bewuster met dingen omgaan waar je op dat moment mee zit. Ja, ja. Dat is heel individueel. Oké. Okay. Inge, tot slot, we zijn hier om jouw boek te promoten. Haal er nog eens een hoofdstuk uit voor ons. Iets alledaags, zo. Iets wat zeer algemeen is. Ja, een van de... Nee, de trainingshoofdstukken, een van de dingen die we heel dikwijls tegenkomen, is dat beloon en moedig gewenst gedrag aan, toon duidelijk wat je niet wil,
negeer of bestraf op zijn dier, zodat het dier het begrijpt, ongewenst gedrag. Dus dikwijls zeggen mensen mij, mijn hond springt op, om een voorbeeld te geven, of mijn kat krabt aan de stoelen. En mensen geven daar heel veel aandacht aan. Bij gevolg, aandacht is ook positief of negatief. Het dier maakt weinig verschil. Dus het dier blijft het gewoon herhalen, want aandacht is aandacht. Dus als je wat je niet zou willen negeert, en wat je wel zou willen meer gaan belonen of in de kijker zou zetten, dan krijg je gewoon je gewenst gedrag. Ja, dus je mag niet zeggen, kijk eens hoe lief dat hij kan bijten en krabben als puppy. Want dan gaat hij dan later terug doen. Absoluut. En ook let op het woord niet, hè. Want denk niet aan een roze olifant. Oeps, daar is hem. Voilà. Dus je mag het woordje niet, mag je eigenlijk niet gebruiken. Je moet dat positieve dingen gebruiken. Dieren begrijpen dat ook niet echt. Ja. Je mag niet bijten, ze horen het woord bijten. Ja, dus je mag niet zeggen, ik lust niet graag frieten, maar je moet zeggen, ik lust graag puree. Zoiets. Absoluut. Kijk eens aan. Hoe lang schrijf je aan zo'n boek, Inge? Je schrijft niet elke dag natuurlijk, want ik werk dus fulltime met dieren. Dus ik zit ook veel in het buitenland enzovoort. Ik denk dat dit ongeveer een jaar, anderhalf jaar in totaal heeft geduurd. Dat is mooi. Geduurd. En dat vloeit zomaar uit je pen? Ja, dat vloeit zelfs midden van de nacht. En dan moet ik opstaan om gaan te schrijven. Ja, passie en parate kennis. Ja. Als je dat bij elkaar optelt, heb je volgens mij creativiteit. Te over. Goed, mensen die jou willen vinden, die kunnen vinden op het internet. Ja. Want je hebt ook een prachtige website en dat is www.toscanzahoeven.be. De Toscanzahoeven vind je in Boyschot, als ik het goed begrepen heb. Hoe kunnen ze jou nog vinden? We zitten op Facebook natuurlijk, we zitten op Twitter, bel me, schrijf me, laat me snel iets weten zeker. Hè? Ja, die hebben we straks in ons programma, die Sandra Kim. Het boek ligt in de betere boekhandel of in elke boekhandel te koop. Het kost €19,95 en het is een aanrader, hè? Ja. Ja, vooral voor de mensen die gedomesticeerde dieren hebben. Ik vind het een fantastisch woord. Heel, heel mooi. Ik heb heel veel bijgeleerd, Inge. En ik vond het prachtig dat jij hier in de studio was. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik vind het supergezellig. Ja. Heb je soms ook de indruk dat de dieren kunnen dromen? Absoluut. Ik denk dat mijn hond regelmatig 's nachts marathons aan het lopen is of zoiets. Is het waar? Ja, absoluut. Oké. Want mensen die doen dat ook heel veel, hè? Ja. Ja, en onze bekende zanger uit Holland die heeft gezegd, de meeste dromen zijn bedrog. Aha, Marco Borsato. Bij de dieren is dat anders, hè? Dan is dat puur. Dan is dat gewoon eerlijk. Dieren zijn eerlijk. Fantastisch. Ik vond het fijn om jou in de studio te hebben. Bedankt, Inge. Graag gedaan. Dag.